en welkom op dit webinar rond deze beauty hier. Nu even zonder lens, we gaan dus straks de lens opsteken. De GFX 100 Mark II. En ik ga eerst even checken. Oké, ik zie dat beeld en geluid oké zouden zijn. Dus dat is al leuk. Dus heel wat belangstelling. Dat doet mij plezier over deze nieuwe aanwinst in de GFX line-up. Ondertussen, als ik goed kan rekenen, we hebben de GFX 50S gehad. Dat is ondertussen meer dan 6 jaar geleden. Ik heb die voor het eerst in handen gehad in eind 2016. Dus dat is bijna 7 jaar geleden eigenlijk. Die is uitgekomen januari of februari 2017. En het is eigenlijk de originele GFX 50S die mij een beetje op slag... Even checken. Ik zie hier een bericht binnenkomen. Oké, ik hoor dat het geluid aan de stille kant zou zijn. Even checken. Alright, is dit beter? Zo. Is dit beter? Ik ga hier een test doen hier. Is dit beter zo? Oké. Vreemd. Dit is normaal gezien de microfoon die zou moeten werken. Ik ga eens even checken. Als ik hierop tik, merken jullie dat? Want anders inderdaad is er misschien... Maar ik zie het hier toch. Oké, goed. Veel beter hoor ik. Voilà. Dan doen we verder. Oké, dus ik was aan het vertellen dat de GFX 50S, ondertussen 7 jaar oud, de eerste middenformaatcamera van Fujifilm, dat is eigenlijk de camera die voor mij de love story met de GFX heeft toen ontstaan. En alhoewel ik voor alle duidelijkheid eigenlijk die camera niet echt nodig heb, in de zin van, het is niet dat ik alle dagen gigantisch grote beelden print, het is ook niet dat ik daar voor de kost moet van leven, maar ik denk dat voor velen onder jullie die kijken, is dat niet het geval. Heel veel onder jullie zijn wellicht amateurfotografen in de positieve zin van het woord, in die zin dat je het doet als hobby, dat je het doet uit liefde voor de fotografie, en dan maakt het eigenlijk niet uit of een camera... wat een camera kost of wat een camera misschien te professioneel is voor jou. Als je uiteindelijk, als je die prijs ervoor over hebt en je wilt die ultieme beeldkwaliteit, dan koop je dat gewoon als je het je kan permitteren uiteraard. En dat is een beetje wat het voor mij het geval was. Dus ik ben daarmee begonnen en er zijn een aantal dingen die ik eigenlijk heel hard apprecieerde aan die camera. En de reden waarom dat ik voor het GFX-systeem gekozen heb, er zijn heel wat redenen, maar ik heb er hier een stuk of 5 uitgehaald. En we gaan dus eventjes, ik ga even switchen naar dit hier. En ondertussen, als jullie vragen hebben, stel die gerust. Maar dus de eerste reden, om het zo te zeggen, is eigenlijk het feit dat we groot kunnen printen. Dat is niet de hoofdreden, maar we hebben wel die hoge resolutie. Dus in het geval van de GFX 50S was dat 50 megapixel, ongeveer 8000 op 6000 pixels. Want dat zijn 4 op 3 sensoren. Ja. En in het geval van de GFX 100S hebben we dus ongeveer 11000 op 8000 pixels. Ja. En dus je kan daar groot mee printen. En ik doe dan... Het is niet dat ik dat nooit doe. Bijvoorbeeld, dit is een beeld dat ik gemaakt heb met de GFX 100 in Ethiopië. En dus het leuke is, ja, als je daarop inzoomt, dan bijvoorbeeld, dit is nog niet eens, dit is 25% bijvoorbeeld. Als ik hierop inzoom, als ik op 100% inzoom, ik ga eens inzoomen op 100%, dan zie je dus, kijk eens wat een klein stukje van het beeld dat we hier eigenlijk aan het bekijken zijn. Dit is een bijna full-length bodyshot. En als we dan inzoomen op 100%, dan zien we eigenlijk zelfs hier...
Kijk eens naar die scherpte. We zien zelfs de honingraad van de softbox weerspiegeld in dat gezicht. We hebben het detail hier in dat mooie haar, dat Ethiopische haar, dat, dat met klei bewerkt is. Dus het is eigenlijk die, die details die ik geweldig vind in die camera. En bijvoorbeeld, ik print af en toe wel eens groot. En bijvoorbeeld, dit is... ik verhuis binnenkort. En dit is... dit moet nog aan de muur komen. En ik hoop dat het iets sneller gebeurt dan in mijn vorige huis. Want daar hebben de foto's... denk 10 jaar op de grond gestaan, maar nu is de bedoeling dat ze eindelijk hangen aan de muur. Dus, en dan zie je, ja, het is toch een vrij groot formaat print en dat is totaal geen probleem voor deze camera. Ik denk dat dit ergens 1,20 meter op 1,60 meter is of zoiets. Maar een, die hoge resolutie, wat ik, waarvoor ik die belangrijker eigenlijk vind, is het feit dat je veel flexibiliteit hebt in zaken het kroppen, in zaken het bijsnijden achteraf en ook in zaken andere beeldverhoudingen kiezen. Want zoals ik al zei, de GFX werkt met een 4:3 beeldformaat. Maar ja, misschien heb jij liever square, vierkant, 1:1, of misschien heb jij liever 3:2 formaat, zoals een spiegel, traditionele spiegelreflex, of misschien heb je bijvoorbeeld ja, liever 65:24, wat het oude X-span formaat is. Wel, elke crop die je doet, of elke beeldverhouding die je kiest, die niet de oorspronkelijke beeldverhouding is van je camera, gooi je eigenlijk pixels, gooi je resolutie weg. En dus hoe meer je er hebt aan de basis, hoe gekker je kan kroppen, hoe meer je kan wegsnijden, zonder dat je eigenlijk veroordeeld bent tot heel klein te gaan printen. Bijvoorbeeld deze hier, zoals je kan zien, dit is van een weekendje. Ik ga straks een videotje tonen daarover, van een weekendje, of nee, het was geen weekend, maar 2 dagen in de week, vorige week zelfs, nog maar pas, in Rotterdam, waar ik de camera van Fujifilm België meegekregen heb en aan de tand mocht voelen. Dit is ook met de nieuwe GF30 tilt-shift lens. Ik ga daar ook straks wat meer over zeggen, want samen met de camera zijn er ook 2 nieuwe lenzen aangekondigd. De GF55 1.7, een geweldige, ja, lens als je houdt van onscherpe achtergronden, en dan de GF30 tilt shift, wat een geweldige lens is voor architectuur en high-end vastgoedfotografie en ook low-end vastgoedfotografie uiteraard, maar misschien dat je daar dan geen GF30 wil voor gebruiken, maar eerder je iPhone of zoiets, weet ik veel. Maar dus hier zie je dus de oorspronkelijke resolutie hier. Ik ga even mijn cursor highlight aanzetten. Dus de oorspronkelijke resolutie van de camera, dit is het niet gekropte beeld, 8736 op 11648 pixels, 101,8 megapixel. Maar bijvoorbeeld, hier heb ik een beetje een krop gemaakt, een redelijk sterke krop. En ik had dat natuurlijk met die GF30 bijvoorbeeld, dat is een vaste brandpuntslens. Dus je zou kunnen zeggen, ja, waarom zoom je niet in de camera? Waarom ga je niet dichter staan? Wel, hier kon dat niet, omdat het een prime lens is. En ja, ik had 2 meter speling en dan zat ik in het water. Dus dat ging ook niet. Dus als je achteraf wil een sterkere uitzicht maken, dit is een vrij sterke krop. En ik heb hier nog altijd, zoals je ziet, 7000 op 5400. Dus ik heb nog altijd ruim 40 megapixel over. Dus dat kan ik nog altijd geweldig groot printen. Maar wat ik bijvoorbeeld ook kan doen, is van die originele vierkante, of liever staande 4:3 uitsneden, kan ik dus perfect een liggende uitsnede maken, bijvoorbeeld omdat dat beter, ja, in een layout past of zo. En dan heb ik in dit geval nog altijd 8:8000, ik denk dat ik hier ongeveer nog 70 megapixel overhoud. Ja? Of ik kan bijvoorbeeld in dit geval hier, dit is een, ik was eventjes verstrooid. Dit is de 4:3 crop van de 3:4 staande. Dus dit is de liggende 4:3 crop van de staande 4:3 originele opname. En dit is nog altijd, dat wat we zeggen, een 50 à 55 megapixel. Dus dat is nog altijd ruim voldoende om heel groot te printen. En dan dit is de vierkante crop. Dus misschien houdt je klant of hou jij zelf van vierkante uitsneden. Voor straatfotografie vind ik dat altijd mooi. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het werk van de Willem Mernsen, dat is altijd heel mooi vierkant gekaderd. Wel, ook daar heb je nog altijd 60, 70 megapixel over. Ja? Hier bijvoorbeeld, dit is, als ik mij niet vergis, even kijken, een 16:9 crop. Dat is ook iets wat ik wel vaak gebruik. En dan zie je van, kijk, wat ik hier allemaal eigenlijk weggooi. En ik heb nog altijd een...
ja, 35 à 40 megapixel over. Ja. Hier bijvoorbeeld, ook in de field, ja, hier bijvoorbeeld, dit is een crop als, dit is een crop die ik achteraf maakte. En in de opname had ik eigenlijk dit gefotografeerd, zie je. Dus heel wat ruimer, een heel ruim environmental portrait. En achteraf pas vond ik dat het eigenlijk beter was om, ja, wat dichter te kroppen. En uiteraard, ik had dat beter in het veld gedaan, maar ik heb het niet gedaan. En ik denk dat velen onder jullie niet altijd de optimale crop in het veld toepassen. Wel, hier had ik dit met een gewone camera gedaan, dan zat ik hier toch al een beetje aan de limiet. Maar hier heb ik eigenlijk nog altijd, ik denk, ruim 30, 35 megapixel over. Dus ik kan dit nog perfect in een meter op 70 centimeter of zelfs iets groter gaan afdrukken. Ja. Wat ik ook bijvoorbeeld graag doe, is zoals hier weer een widescreen crop maken. Of zelfs in het geval bijvoorbeeld wat ik ook leuk vind, is de 65x24 uitsnede. Omdat dat een beetje de ode is aan Fujifilm's X-Pan, de originele panorama crop. En dan zie je dat je in zo'n geval, dit is een beeld van een GFX 50 is trouwens. En dan heb ik hier nog altijd 24 megapixel over. Met een GFX 100 is zou dat dus 48 megapixel zijn, 50 megapixel. Dus dat kan je ook nog altijd geweldig groot afdrukken. Dus dat eigenlijk meer dan dat groot afdrukken op zich, is het de optie om achteraf nog flink te kunnen snijden en je kropverhouding horizontaal, verticaal, staand, liggend te kunnen aanpassen. Ja? Een derde reden waarom ik heel hard hou van het GFX-systeem is de lenzen. Want een systeem, een camerasysteem, is niks zonder de lenzen die erbij horen. En wat dat betreft is het eigenlijk ongelooflijk hoe Fujifilm op 7 jaar tijd erin geslaagd is om een toch wel indrukwekkende lens line-up tevoorschijn te toveren. En het enige wat eigenlijk nog, ja, het enige wat zwaar, wat nog ontbreekt, laat ons zeggen, zijn hele sterke telelenzen. Ja, dus dat ontbreekt er nog. En wat er ook nog ontbrak, waren tilt-shift lenzen, maar zelfs die leemte is eigenlijk nu ingevuld, in die zin dat we nu dus die 30 mm tilt-shift hebben en vanaf binnen een paar maanden ook de 110 of 100 of 120, ik wil er vanaf zijn, iets daar rond, een langere tilt-shift lens die vooral bedoeld zal zijn voor productfotografie, maar die je eigenlijk creatief ook voor portretfotografie kan gebruiken. Als je zo super beperkte scherpte diepte wil, gaat dat ook een leuke lens zijn. En hier bijvoorbeeld, je moet maar eens kijken, dat is die 20-35. Dat is eigenlijk in korte tijd mijn favoriete, of een van mijn favoriete lenzen in het GF-systeem. Als je een GFX hebt en je hebt nog geen 20-35 en je houdt van wat breder te gaan, zalige lens, super scherp van begin tot einde. Zelfs in die mate dat ze is even scherp als de 23, maar ze is een stuk flexibeler. Dus ja, mijn 23 gebruik ik eigenlijk niet meer zoveel, omdat ik die 20-35 een stuk handiger vind. Dus bijvoorbeeld, we gaan eens kijken, hier opname in Calcutta gemaakt. En je moet bijvoorbeeld eens kijken, als we hier even inzoomen, kijk eens wat een detail. Je ziet de as in de sigaret van de man hier, je ziet zijn stoppelbaard, je ziet de textuur en het gekrakeleerde van het stuur van zijn taxi. Je kan rekenen, je kan lezen dat er 15 roepie aangerekend wordt. Ik weet niet voor wat, maar er wordt 15 roepie aangerekend voor iets. Ik zie hier dat er iets is van SMI, Venture Private Limited. Ik weet niet wat het is, maar je hebt, ja, hier beginnen we in de onscherpte van de lens te gaan, maar in het scherpstelvlak heb je een ongelooflijk detail. En dat is iets wat ik eigenlijk zelfs, grappig genoeg, het meeste plezier aan beleef van zo gewoon een keer door zo'n beeld te wandelen op 100%. Zelfs al print ik dat beeld misschien niet groot, of zelfs al ga ik daar niet zwaar in kroppen, gewoon de wetenschap dat die resolutie er is. Noem mij een geek, ik ben misschien een geek, maar dat vind ik altijd heel, heel tof. En dit is ook zo'n beeld wat ik eigenlijk speciaal gemaakt heb om te kunnen uitsnijden in die panoramische crop. En dat is ook een beeld dat ik zeker ga afdrukken om in mijn nieuwe woonst te kunnen hangen. Dus we gaan een keer kijken. Kijk, als ik dat op 65x24 crop, hier, dat gaat ongeveer zoiets zijn, denk ik. Ja. Voilà.
En als we dat dan fullscreen instellen, zie je dat gaat een beetje het beeld zijn. Ik ga wellicht dit hier wat donkerder maken, dat dat zo niet aan de rand van het beeld zo hard opvalt. Maar een leuk widescreen beeld. En dit is nog altijd, ja, dus dit is 11.000 pixels breed. Dus als je rekent dat je voor groot formaat prints, laat ons nu 300 dpi is echt niet nodig. 200 dpi is eigenlijk voldoende. Dus dan hebben we ongeveer, als ik goed kan rekenen, 600 maal 200 is 12.000. Ja. Dus hebben we eigenlijk, hoe kan dat? 600, ik ben aan het rekenen, nee, 200, 600, ja, dus, ja, dan, als ik dat goed kan rekenen, kan ik ongeveer 1,5 meter breed printen. Ik had mij niet mogen laten verleiden om te gaan rekenen in, tijdens het webinar. Ik ga er een keer mijn rekenmachine bij halen hier. Calculator. Dus als ik 11.648 pixels heb en ik heb pak 150 dpi, dan kan ik, ja, dan kan ik dat op 150 dpi zou ik zoiets printen, dan kan ik dat 77 inch breed printen. Maal 2,54 is 2 meter. Dus ik kan dit eigenlijk op 150 dpi 2 meter breed gaan printen. En mocht het nog groter moeten, dan kan ik speciale software gebruiken, à la een gigapixel van Topaz, en dan zit ik zelfs nog erboven. Maar gewoon met de standaard resolutie kan ik dit 2 meter breed printen, en ik denk dat dat wel groot genoeg zal zijn. Ja? Hier nog zo'n voorbeeldje van die GF2035. Ik maak dus heel graag environmental portraits, dus dat zijn portretten waarbij dat de geportretteerde in zijn omgeving zit. En ook daar vind ik die GFX fantastisch voor, omdat je dus door die resolutie kan je eigenlijk nog altijd heel leuk inzoomen. Bijvoorbeeld hier, als ik inzoom op dat oud mevrouwtje op 100%, ja, dan even kijken, waar zit ze? Voilà. Kijk eens naar het detail hier. Je ziet elk individueel haartje. Ja? Je ziet het borduursel op haar kledij. En dus ja, dat is gewoon heel leuk dat je in zo'n grote scène, dat je al die individuele details nog vindt. Dus voor mensen die al een GFX hebben en op zoek zijn naar, die nog wat budget over hebben voor nieuwe lenzen, de 2035, je kan er niet mis mee gaan. Een andere van mijn favorieten, is een beetje de standaardlens eigenlijk, denk ik, in het GFX-systeem, is de 3264. Heb ik ook al heel veel plezier aan beleefd. Hier een opname in Varanasi. Lightroom moet hier nog eventjes rekenen om het beeld in te zoomen. Maar dus dit is het detail dat je daar krijgt. Ook hier weer, kijk eens, de textuur die je hebt in de toolband van de man. Je ziet dus gewoon het weefsel. En ja, dat vind ik gewoon leuk. Hier een opname op een heuveltop ergens in Mongolië. En ook nog met de originele GFX50S. Je ziet opnieuw de textuur. Je ziet de stof, de vacht van die ik weet niet welke vellen het zijn dat ze dragen. Dit is een GFX 100 bestand. Ook hier weer het detail in. Kijk, je ziet het weefsel, het stiksel in de hoed en dergelijke. En bijvoorbeeld ook hier weer een beeldje met de GFX 100. En ook hier het detail in de. En dit is zelfs, als ik het goed bekijk, niet eens 100% scherp. En toch heb je nog altijd Een heel mooi detail. Dus een beetje een passepartout lens komt overeen met een 2550 in de in een full frame systeem. Ja. Dan de 110 is ook, denk ik, een onmisbare lens. Ik ga straks uiteraard over de camera hebben, maar ja, een camera is niks zonder lenzen, zoals ik daarnet al zei. En daarom, ik wou het ook hebben over welke lenzen er interessant zijn. En ik denk dat als je met twee lenzen start in de GFX line-up, dat degene die ik het meest gebruik zijn, of gebruikte tot voor kort, zijn de 3264 en de 110. Ietsje om wat breder te gaan en dan een portretlens. Zeker als je houdt van portretten, is de 110 eigenlijk een lens waar je niet buiten kan. Dat is zo'n fantastische lens. Dat komt overeen met de 85 1.4 die je bij fullframe camera's hebt. Zalige lens. Ook hier, je moet eens kijken wat een ongelooflijke scherpte. Dit is een GFX
100 bestand. Dus de kwaliteit van de 102 is zeker zo goed of nog beter. Kijk naar die individuele wimpers hier. Kijk naar de textuur en die huid. Ja. Dus 110 mm, een ongelooflijke lens. Ook hier bijvoorbeeld, kijk, je ziet hier weer elk individuele wimpertje. Je ziet de reflectie van de softbox in de ogen. Ook hier bijvoorbeeld, dit beeld is eigenlijk zo, maar we kunnen perfect inzoomen op 100% en we hebben al dat detail. Hier hetzelfde, kijk, je ziet hier in dit portret van Jana, zie je als we inzoomen, op, zie je de glinstertjes op haar nagellak. Dus het is geen gewone nagellak, maar het is glinsterende nagellak die ze gebruikt heeft. Je ziet het detail in het kant. Je ziet zelfs hier dat hier ook nog textuur in zit. Dus dat is geen open gat. Hier zit ook nog iets in. Je ziet het, de kleine markeringen op de ketting. Ja, je ziet gewoon elk individueel detail ook weer. Dus die 110-zalige lens. Wil je wat langer gaan nog? Het is een lens dat ik heb, dat ik niet zo vaak gebruik, maar ik gebruik ze genoeg om ze niet te verkopen. En dat is de GF 250, dus dat komt overeen met een 200 mm. En dat is leuk om echt van die heel gecomprimeerde shots te maken, zeg maar, waarbij dat je eigenlijk voorgrond en achtergrond heel hard comprimeert. Ook hier nog een shotje van Jana. Ook een superscherpe lens. Er is geen enkele slechte of onscherpe lens in de GFX line-up. Kijk bijvoorbeeld hier ook weer. Wat een ongelooflijk detail. Als het niet scherp is, is het niet omdat de lens niet scherp is, maar is het gewoon omdat het niet in het scherpte dieptebereik van de lens zit. Bijvoorbeeld hier die individuele zweetdruppel hier. Ja, dus je kan er blijven naar kijken. Dat is eigenlijk het leuke van dit systeem. Oké. Vierde reden is het gebruiksgemak en de inzetbaarheid. Wat bedoel ik daarmee? Dit is eigenlijk een middenformaat systeem. Ja, maar het handelt, dus het heeft de kwaliteit van middenformaat, maar het handelt gelijk een kleine X-serie camera. Dus als je een X-serie camera gewoon bent, of een andere systeemcamera, je stapt over naar hier, ja, je bent onmiddellijk weg, terwijl dat met klassieke middenformaat systemen, waar er allerlei compromissen, vaak heel traag. Deze doet 8 frames per seconde nu, wat de vorige had 5 of 5,5 of zo. Deze doet er 8 per seconde aan 100 megapixel RAW, dus dat is ongelooflijk. Je kan dat gewoon gebruiken als een gewone camera uiteindelijk. Ja, je hebt 425, dacht ik, focuspunten. Tot nu toe, tot voor het GFX-systeem, had je bij middenformaat, had je als je geluk had, 1 autofocuspunt in het centrum. En daarmee moest je het gaan doen eigenlijk. Ja. Dus ook dat is eigenlijk super handig. Ik heb hier bijvoorbeeld wat fotootjes. Dit is gemaakt op een boot. Ik heb totaal geen probleem om mijn GFX mee te nemen op een boot. Die is weather sealed gelijk een andere camera. Dus je moet dat natuurlijk niet in de rivier stoppen, maar die kan perfect tegen wat vocht en zo verder, geen enkel probleem. Stoffige gebieden, hier een kolenmijn in de buurt van Varanasi, no problem. Snelheid, zoals ik al zei, dit is gemaakt met de GFX 100 en ik kon hier 5 beelden per seconde fotograferen. Nu heb ik er 8 per seconde, wat dat wil zeggen dat ik nog bij het fotograferen van actie nog meer de kans heb dat ik het juiste moment eigenlijk vang. Maar dat was met 5 beelden per seconde eigenlijk al goed. Ook hier weer stoffige, warme omstandigheden, no problem, we slaan er ons wel door. Zelfs op het Holi Festival in Varanasi, waar dat ze eigenlijk gewoon met water en gekleurde verfpoeder achter iedereen en ook achter ons als fotografen gooiden, had ik hem wel in een raincover gestoken, maar ik heb die camera ook gebruikt en ik had daar eigenlijk geen problemen mee. Dit is nog een leuk beeldje ook weer om dat detail te tonen dat je in die camera eigenlijk hebt. Ja, oké. Okay. En dan de laatste reden voor mij is een beetje mijn dat natuurlijk. Dat is de nabewerkbaarheid van de beelden. Omdat je dus die grote sensor hebt, ik ga misschien eventjes vlug tonen dat we zien waarover dat we spreken. Dus ik ga even switchen naar dit scherm hier en ik ga even de camera opheffen. Ik ga even dus de dop eraf halen. Dus zie je wat een
geweldig grote sensor, ongeveer 70% groter dan full frame en ongeveer 4 keer de grootte van een APS-C sensor. Ja, dus die geweldig grote sensor laat het ook toe om die 100 megapixel nog relatief grote pixels ervan te laten maken. En hoe groter een individuele pixel is, ik ga even terug naar mijn scherm hier, dus hoe groter een individuele pixel is, hoe beter de signaal-ruisverhouding in je beeld is. En ik heb geen betere voorbeeld om dat te tonen dan dit beeld dat ik met de voorloper van deze camera gemaakt heb, de GFX 100, tijdens de demo. En wat gebeurde er? Ik had een demo met flitslicht gepland, maar de eerste foto ging mijn flitser niet af. Dus het enige wat ik eigenlijk had, was dit hier. Een beeld op ISO 200, op f62ste van een seconde. En gewoon voor de fun, achteraf heb ik uiteraard beelden met flitslicht gemaakt die heel goed eruit zagen, maar gewoon voor de fun heb ik eens gekeken van wat kunnen we hier uithalen. En dan moet je eens zien, gewoon 3 stops erbij in Lightroom en de schaduwen nog wat optrekken. En als we dan even kijken eens wat een ongelooflijk detail dat we hier nog in hebben, zonder dat je eigenlijk zelfs met 3 stops erbij en 65 schaduwen gewoon op ISO 200, dat is niet eens de standaard ISO, hè. Dat is trouwens een verbetering in de nieuwe GFX 100 Mark II, is de basis ISO 80, in de oude was het 100. Dat is een kleine verbetering op het eerste gezicht, maar het resulteert wel in een iets hoger dynamisch bereik en het was eigenlijk al behoorlijk fantastisch. Dus ik wil maar zeggen, de nabewerkbaarheid van die bestanden is geweldig. Dat is gewoon de standaard scherpte. Ik heb nog niet eens iets gedaan qua extra verscherping of zo. Gewoon aan de basis. Kijk naar het detail dat we hier bijvoorbeeld hebben. Opnieuw, zonder dat we eigenlijk zelfs maar een zweempje van ruis introduceren. Dat is voor mij eigenlijk wel een van de belangrijkste redenen om dit systeem te gebruiken. Ja? Oké, dus wat dat betreft, dus ik heb even kijken. Oké, ik heb ook al eventjes een paar dingetjes verteld over welke lenzen ik erbij gebruik. Misschien is het nu een goed moment om even te kijken naar dat filmpje. Dus ik ben vorige week, wanneer was het? Dinsdag en woensdag, ben ik naar Rotterdam getrokken met de GFX 100 Mark II en een paar lenzen. En videograaf Matthias was mee en die heeft een filmpje gedraaid. Het is nog niet helemaal af. Er moet nog hier en daar wat verschoven worden. Maar ik vond het de moeite om het jullie eigenlijk al in avant-première te tonen. Dus jullie zijn de eerste die het zien. We gaan er nu even naar kijken. En dan kom ik straks weer. En ondertussen, vergeet niet. Ik zie ook al een vraag of de replay zal inderdaad binnenkort beschikbaar zijn. Dus als je niet kan blijven kijken, kan je de replay catchen. Vergeet ook niet, als je vragen hebt, stel die gerust. Ik kan ook maar interactief werken als ik jullie vragen hoor natuurlijk. Maar we gaan even naar de video kijken. Die duurt ongeveer 6 minuutjes. Ja? Tot straks. My name is Pete. I've been working with Fujifilm cameras ever since the original X-Pro1 was released over 10 years ago. In 2016, I got a chance to work with a pre-production GFX 50S in India, and I fell head over heels in love with Fujifilm's medium format camera system. The image quality, the resolution, the ease of handling, it was all there in a strikingly compact and lightweight body given its performance. A couple of years later, I took the 50R to Ethiopia, and even later I took the GFX 100 and 100S to Papua New Guinea, Thailand and Cambodia. When Fujifilm Belgium suggested I could try the new GFX 100 Mark II for a couple of days, I didn't have to think twice. So, for this project, I traded my trusted aging character faces for modern architecture. I swapped my typical fast shutter speeds for much longer ones, and I took the camera and a couple of lenses to the Dutch city of Rotterdam. Rotterdam was heavily bombarded during the Second World War, and as a result, it boasts an incredible concentration of modern buildings.
Many people arriving in Rotterdam do so through the city's central station, which also made for a perfect first subject. One of my favorite lenses for environmental portraiture is the GF 20-35, and I was happy to see that this lens is also a dream for shooting architecture. The GFX 100 Mark II has two card slots, one CF Express and one SD. I set mine to shoot RAW plus JPEG large fine, as this gives me the highest magnification to check my focus when I play back the photo. From the central station, it's a short metro ride to the famous cube houses. Shooting here reminded me about my favorite accessory in the GFX lineup, the EVF tilt adapter. I like to compose and review my shots as much as possible through the viewfinder, which is now so big and bright it almost feels like a home cinema. The tilt adapter makes it easier to experiment with different compositions without needing a visit to a chiropractor afterwards. While it's a great technique to tilt your camera up to create converging lines and diagonals, sometimes when shooting architecture, you just want walls to be vertical. That's where the new GF30 tilt shift lens shines. Its ability to tilt the lens and to shift it an incredible 15mm up and down makes it a dream for anyone shooting architecture and high-end real estate. No visit to Rotterdam is complete without shooting the iconic Erasmus Bridge. The long exposures help to minimize distractions everywhere else and make the bridge stand out even more. Shooting long exposures like this really gives you a chance to appreciate the small improvements that Fujifilm added to this sixth model in the GFX lineup. From the slightly angled top plate with its even more informative and highly customizable screen, over the slightly textured finishing of the body, down to the Ethernet and full-size HDMI ports, and the large array of customizable function buttons. When you're photographing a city, sometimes the best photo opportunities arise in between the places you plan to shoot. Here, I was on my way to photograph the Red Apple building, when I stumbled across this fine example of brutalist architecture. I switched to the GF 100-200 zoom to make a more abstract composition. I also love how I can set the GFX 100 Mark II up to shoot in 16-bit. This gives me the ultimate dynamic range and post-processing options. After shooting no people at all for an entire day, I was tempted to try out the new GF55 1.7 on an actual person, so I could not resist making a couple of images of videographer Matthias. The large 1.7 maximum aperture of the GF55 allows you to really isolate your subject and makes it an interesting fast prime addition to any GFX user's lens arsenal, even if, like me, you already own the excellent GF32-64 or the GF35-70. After two intense days of walking and photographing, I came to the conclusion that Rotterdam is a great destination for a photographic city trip and that the GFX 100 Mark II is an equally fantastic camera to accompany you on any photographic journey.
Oké, goed. Laat ons even de camera in detail wat bekijken. Dus ik heb hier de camera, ik heb er de GF55 1.7 opgezet, omdat ik denk dat van de twee nieuwe lenzen, dat dit wellicht de meest commerciële lens is. Dat is een lens dat ik wat meer mensen zie kopen dan die GF30, alhoewel het een fantastische lens is uiteraard. Dus ik ga even dit hier erbij halen. We gaan even over de camera heen gaan. Als dat lukt, ja, oké. Voilà, goed. Dus even kijken, zo. Dus ja, dus het eerste wat bijvoorbeeld opvalt is die gigantische topplate hier, zie je, dus deze hier. Ik ga eens kijken of dat ik daar dat ik die wat meer naar het licht kan houden. Ja, zo zie je het, zo zie je het beter. Voilà. Dus wacht, nee, het is deze niet die ik nodig heb. Ik dacht al, want dat is vreemd. Sorry, het is deze die ik nodig heb. Ja, voilà. Oké. Okay. Goed, ik heb iets te veel camera-angles om goed te zijn. Dus de gigantische topplate hier, dat is een groot verschil en een grote verbetering met de oorspronkelijke GFX100 en ook de 100S bijvoorbeeld. Omdat wat ik eigenlijk, ik gebruikte die topplate vroeger niet echt, omdat ik vond dat er te weinig info op zat. Maar nu, ja, het is ongelooflijk wat er allemaal op kan. Je ziet hier bijvoorbeeld de shutter speed staat er nu op, de klassieke info. Maar je kan er echt nog heel wat meer op zetten. Als je bijvoorbeeld in video zet, dan komt er ook... In principe moet er dan tenminste... Ah, voilà, kijk. Dan kijk eens wat een hoeveelheid aan info dat je eigenlijk op dat scherm kan toveren. Je ziet de microfoon readout hier, je ziet de tijdscodes. Echt super handig. Dus je moet eigenlijk veel minder naar de achterkant van je LCD-scherm gaan kijken. Wat ook geweldig is trouwens, is dat... Ja, en dat zie je eigenlijk hier een beetje. Ik heb het ook in de video verteld, maar als ik het even zo houd. Je ziet dat scherm... is eigenlijk naar, dat staat niet gewoon loodrecht op de camera, dat staat een beetje naar de gebruiker toegekanteld. En dat is eigenlijk zoiets kleins van design, maar waarvan dat je denkt, hoe komt het dat eigenlijk niet meer gebeurt? Want dit maakt het een pak makkelijker om te zien wat je aan het doen bent, zonder dat je naar boven moet gaan kijken eigenlijk. Ja? Dus super, super handig. Wat hebben we nog? We hebben uiteraard twee cardslots. En we hebben een SD-kaartslot en dan hebben we een CF-Express-slot. Dat is vooral bedoeld, enfin, je kan daar natuurlijk ook foto's op opslaan, maar het is vooral bedoeld voor wie video wil opnemen, omdat je echt tot hoge resoluties kan. Nu, ik heb deze camera niet gekocht om video's op te nemen, voor alle duidelijkheid. Ik heb hem gekocht voor de fotokant, maar als het zou nodig zijn, kan je er echt wel heel geweldig mee filmen. Aan de andere kant hebben we eigenlijk een full-size HDMI-poort. Ik heb er nu een HDMI-kabel ook in zitten, omdat ik die straks nog even wil tonen. En zelfs een Ethernet-poort hier ook, voor degenen die dat nodig zouden hebben. Bijvoorbeeld voor tethered fotograferen of voor naar een wire, alleen naar gewoon om via Ethernet beelden onmiddellijk te kunnen doorsturen. Dus dat is ook handig. En wat je ook ziet is de getextureerde afwerking. Daar had ik het ook in de video over. En dat lijkt een gimmick, maar het is... Wacht, even kijken. Zoiets, ja. Dus dan zie je die diamantachtige textuur. Dat zorgt ervoor dat die camera echt wel heel goed in de hand ligt. Dan, de sensor heb ik eigenlijk al een keer getoond. Er was een vraag van, is dit een Sony-sensor? Of ik durf het eerlijk gezegd zo de hele... Tech-specs durf ik ook niet te veel over zeggen. Het is niet helemaal dezelfde sensor als ik goed begrepen heb als de vorige. Maar ik vermoed dat die vergelijkbaar is. Maar het is wel een nieuwe processor. En die processor laat het onder andere toe om bijvoorbeeld veel snellere autofocus toe te laten. De autofocus maakt nu ook gebruik van AI. En je hebt bijvoorbeeld mogelijkheid tot onderwerpdetectie. En ik heb hem zelf, je hebt gezien in de video, ik heb gebouwen gefotografeerd. Daar heb je geen geweldige autofocus voor nodig. Maar ik kijk er naar uit om die camera ook te proberen met sneller bewegende onderwerpen. De volgende voetbalmatch van mijn kleine ga ik hem een keer meenemen en ga ik een keer zien
hoe goed dat die autofocus wel is. Hij is een pak beter, heb ik gehoord van mensen die hem wel gebruikt hebben, dan van de GFX100S bijvoorbeeld. En die was op zich al eigenlijk behoorlijk goed voor een middenformaat camera. Dus het is eigenlijk allemaal relatief met de GFX. Ja. Dus oké, goed. Even kijken. Mijn beeld is hier gekanteld. Oké, zo. Goed, dus... dat is zo'n beetje het bijzonderste eigenlijk. Ah, nee, er is nog één ding wat ik jullie ook wil even tonen. En dat is eigenlijk voor mij de hoofdreden waarom ik de GFX 102 verkies en de originele 100 verkies boven de 100S. De 100S is natuurlijk voordeliger qua prijs, dat klopt. We gaan het straks nog even daarover hebben misschien. Maar er is één dingetje wat de 100 heeft... en de 102, wat de 100S niet heeft, en dat is dit accessoire hier. Het is niet goedkoop, maar eerlijk gezegd, het is de tiltadapter. En ik zou zeggen, als je de 102 koopt, of het werd ook op de 50S, de originele, het werd ook op de originele 100, en dus ook op deze 100 Mark II. Als je de 100 Mark II aanschaft en je koopt dit niet, dan doe je jezelf geen plezier. Als je investeert in dit systeem, dan raad ik je echt aan om dit erbij te kopen. Het gaat je heel veel vreugde van fotograferen opleveren. Wat laat dit namelijk toe? Wel, de viewfinder hier is namelijk detachable. Dus je kan die eraf halen. Dat is sowieso handig om de camera te storen bijvoorbeeld, ergens in een cameratas als je ermee reist of zo. Maar de hoofdreden dat die detachable is, is dat dit hier erop kan. Ja. En dan kan dit daar terug op. En wat laat dit toe? Dit laat eigenlijk toe om je zoeker tot 90 graden verticaal te gaan kanten. Dus dat wil zeggen dat als je bijvoorbeeld wil fotograferen, ik ga even switchen hier. Ik hoop dat ik alles kan... Zo, voilà. Dus dat wil zeggen, als ik wil fotograferen, ja, en ik heb bijvoorbeeld, ik wil lager bij de grond gaan, dan kan ik gewoon hierin kijken en ik zie wat ik aan het doen ben. Terwijl dat met een andere camera zou ik misschien al moeten op de grond gaan liggen of zoiets. Dat moet ik met deze camera niet doen, dankzij die viewfinder. En ik vind het jammer dat dat eigenlijk, ja, dat geen enkel ander merk, of quasi geen enkel ander merk dat ik ken, zoiets heeft. Want dat is echt een super accessoire. Dus je kan niet alleen de boel in een hoek van 90 graden zetten, maar je kan ook, als je voor de camera bijvoorbeeld, ik ga hem nu zo even zetten, je kan ook, en dat doe je dan met deze schakelaar hier, door die wat losser te zetten, je kan hem ook zo, dus je kan bijvoorbeeld ook, als je in portretmodus filmt, of fotografeert, kan je ook de zoeker 45 graden kantelen, waardoor dat je ook weer minder rap op je knieën moet gaan zitten of minder rap op de grond moet gaan liggen om originele camerastandpunten te hebben. Dus dit is echt voor mij een geweldige must-have accessory voor de GFX 102 en de originele 100 en de originele 50S. En het is dat wat hem eigenlijk... Ja, net iets gebruiksvriendelijker maakt voor mij dan een 100S. De beeldkwaliteit is hier ook iets beter, maar is grotendeels vergelijkbaar. Het is alweer topkwaliteit, maar ja, die kanteladapter, die tiltadapter, is echt wel een zalig iets. Oké. Ik hoor dat er hier eventueel... ik zie dat er hier een... Ik ga dan een keer uitzetten dat er misschien een tweede micro zou actief zijn, hoor ik. Het is de eerste keer dat ik dit gereedschap hier gebruik om dingen goed te kunnen tonen. Dus het is voor mij ook nog wat zoeken. Je zou moeten zien wat een multimediale toestand dat er is. Ik ben verwonderd dat het tot nu toe al zo goed gaat. Goed. Dus dat is eigenlijk een beetje rond die camera. Ik wil nog een paar dingetjes tonen in het menu. Dus ik ga dit even aan de kant zetten hier. En we gaan even naar dit hier. Oké. En ondertussen, als jullie vragen hebben, ja, stel ze maar. Dus we gaan even hier... Nee,
Het is... tja, nee, het is hier. En dan... Ja. Oké. Dus wat je hier ziet is eigenlijk de HDMI-uitgang van de camera. Dus ik ga even... en hier zie je meteen ook die, ja, die 1.7-lens in actie. Dus bijvoorbeeld... Er is nogal wat rommel in mijn bureau, maar als ik hem op 1.7 instel, dan kan ik eigenlijk perfect... Kijk, zie je, kan ik gaan focussen hierop en dan is de rommel op 1.7 in de achtergrond helemaal verdwenen. Maar goed, wat wil ik je hierover vertellen? Bijvoorbeeld, er zijn een paar dingetjes en dat is eigenlijk handig voor elke Fujifilm gebruiker trouwens. De camera, er zijn 4-5 dingen die ik eigenlijk aan iedere Fujifilm gebruiker, ongeacht welke X-camera of GFX dat je gebruikt, dat je best verandert volgens mij van de standaardinstellingen. En ik dacht dat het een goed moment was om het daar ook even over te hebben. Ten eerste, het is misschien vreemd, maar standaard staan zelfs de GFX-camera's ingesteld om gewoon JPEG te fotograferen. Dus dit staat hier eigenlijk ingesteld op... JPEG Fine, geloof ik. Ik denk dat dat iets te maken heeft met de batterijtest... dingen die aangeven hoeveel shots je met een batterij kan maken en dat een betere instelling is om die tests er zo goed mogelijk te laten uitkiezen. Maar natuurlijk, je koopt geen GFX 100 Mark II om op JPEG te fotograferen, denk ik. Hè. Dus het eerste wat ik je aanraad om te doen, en hetzelfde is met de andere camera's, is dus om dus in te stellen op RAW. En wat ik doe eigenlijk is RAW en dan Fine Large. Dus waarom ook die JPEGs? Wel, omdat als je een foto maakt met een GFX en je... Ik ga nu gewoon een keer hier een... Kijken of dat ik mijn... Voilà, het is nu een onderbelichte foto, maar dat geeft niet. Als ik die terug afspeel... En ik druk op het centrale wieltje achteraan, dan kan ik inzoomen. Kijk eens, ongelooflijk die textuur die ik hier gevangen heb in mijn camera. Maar dus, de mate van weergave hier, de mate van vergroting die je ziet wanneer je op de playback-knop drukt, hangt af van de kwaliteit van JPEG. Als je enkel RAW fotografeert, dan heb je maar een JPEG in halve resolutie die opgeslagen wordt en kan je eigenlijk maar in de camera half zo hard inzoomen om te zien of je foto scherp is. Dus daarom dat ik eigenlijk aanraad om RAW plus JPEG Fine te fotograferen. Wat ik eigenlijk ook doe in mijn camera, en dat is dat ik in de Save Data Setup, dus in hoe er opgeslagen wordt, dat... Vroeger zette ik dit op sequentieel. Dat wil zeggen, als de ene kaart vol was, dat ik het op de andere begon op te schrijven. Maar sedert ik begin dit jaar, een corrupte geheugenkaart gehad heb, ben ik daarvan afgestapt. En wat ik dus nu doe, is gewoon dit instellen op backup. Ik zeg niet dat je dat moet doen, maar ik geef het je mee dat die mogelijkheid bestaat. En dus elke foto wordt nu op de twee kaarten weggeschreven, zodanig dat als ik een probleem heb, dat gecorrigeerd wordt. Ja? Of liever dat op twee kaarten staat, dus dat ik nog een backup heb. Ja? Dus dat is ook wel een handig. Nog iets wat ik eigenlijk iedere Fujifilm gebruiker aanraad om te doen, en dat is ook vreemd voor een systeemcamera, dat afstaat standaard bij de screen setup, de scherm setup, is dat de weergave van het beeld, dus wat vind ik net geweldig aan een systeemcamera, dat is dat als je een foto maakt, dat je de foto in de zoeker ziet. Nadat je hem gemaakt hebt. Wel, geloof het of niet, maar die feature staat standaard uit. Opnieuw, ik denk dat dat iets te maken heeft met de battery life test van hoe lang gaat een camera mee op één batterij, om die te kunnen een beetje beter te laten lijken. Maar wat ik, dus standaard staat dat op off. Ik heb daar 1,5 seconde van gemaakt. Dat wil zeggen dat elke foto die ik maak, 1,5 seconde in mijn viewfinder zie, tenzij ik vroeger op de ontspanknop druk, want dan zie ik natuurlijk, heb ik onmiddellijk een nieuwe foto. Je kan dat zelfs op continuous zetten, dan gaat hij het beeld blijven tonen totdat je een nieuwe foto maakt. Hè. Maar zeker niet op off, want dan doe je eigenlijk, dan gooi je een van de beste eigenschappen van een systeemcamera door het raam, vind ik. Dus dat is zonde. Ja? En dan een vierde dingetje. Ik zou misschien een keer een webinar moeten doen rond mijn standaard instellingen van mijn camera. Maar een vierde dingetje wat ik zeker aanraad om aan te passen is,
in het AM autofocus, manual focus, dat is het aantal autofocuspunten. Dus standaard staat dat op 117. Ja? Dus standaard, let op, dat is op zich ook al behoorlijk respectabel. Dus kijk, hier zie je ze eigenlijk alle 117. Ja? Maar er zijn er 425. Dus waarom zou je ze niet gebruiken? Dat geeft je net de mogelijkheid om iets meer finesse te leggen. En zeker als je bijvoorbeeld met zo'n 1.7 lens werkt, ja, dan kan het echt wel belangrijk zijn om je focuspunt te kunnen leggen daar waar je dat wil. Terwijl ik hier bezig ben, dus je hebt hier die subject detection setting. Dus die staat nu bij mij off, hè, omdat ik die architectuur fotografeerde. Maar je kan hier de subject detection on zetten. En dan kan je dus gaan zeggen van kijk, animals, birds, auto's, motorcycles, airplanes, trains. Dus de AI is erop getraind om die dingen te herkennen en om daarop te focussen. Opnieuw, ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ik kijk er naar uit om het eens te proberen. Ik ga ze in de namiddagje gaan treinspotten, denk ik. En dat dan, en als het zover is, zal ik er wel over terugrapporteren. Maar dat is ongezien in een middenformaatcamera. Hè? Dus die 100 megapixel gigantische sensor. Die lenzen zijn ook heel groot, dus ik ga even switchen hier naar mijn naar ditje. Dus, hè, dus die die lenzen die hier, het glas dat hierin zit, is heel groot, veel groter dan een klassieke full-frame camera. Dus het is ook zwaarder. Dus die autofocusmotoren moeten harder werken. En dus het feit dat we desondanks dat we eigenlijk, ik ga nog eens de sensor tonen, hè, dus dat we desondanks zo'n grote sensor en dus zoveel glas, dat we eigenlijk autofocus systemen hebben die erin slagen om ook onderwerpen te herkennen, is op middenformaat opnieuw toch wel du jamais vu. En ja, dat maakt deze camera nog breder inzetbaar dan andere camera's. Oké, okay. Goed. Ik ga even kijken wat ik nog wou vertellen. Oké, wat komt er nog uit voor deze camera trouwens? Dat is een grip. Dus dat is ook een van de... Dus ik ga het even hebben misschien over de verbeteringen ten opzichte van de vorige. Ik heb er al een aantal een beetje en passant vermeld. Maar dus wat ik een voordeel vind ten opzichte van de vorige GFX100. Wel, ten eerste, misschien René, kan jij ondertussen dus de juiste prijs opzoeken? Want ik wil geen fouten vertellen van de GFX100 Mark II. Ik dacht dat het €8.500 was, maar schiet mij niet. Maar dat is natuurlijk een eerste belangrijke voordeel. De originele GFX100, weliswaar met de ingebouwde grip, was aan de start geloof ik €11.000. Zaten we boven de psychologische €10.000 grens. Dit zit onder de, een stuk onder de psychologische €10.000 grens voor een camera die eigenlijk een pak beter en sneller ook weer is. Ja? Dus dat is al een mooie. Hier heb je een grip die optioneel is. Dus dat wil zeggen dat je... Ik krijg hem dit weekend, dus... Met dit wil ik misschien ook nog even meegeven dat deze camera te bewonderen zal zijn op de Fotodays beurs. Als je nog niet op de Fotodays beurs, die gaat dit weekend door. Als je op mijn nieuwsbrief geabonneerd bent, check even de nieuwsbrief die ik er rond verstuurd heb. Want er staat een kortingscode in waardoor dat de entree maar €8 is. Dus en dan kan je naar de Fujifilm stand komen en dan kan je die camera live ook aan de tand voelen. Maar wat was ik aan het zeggen? Dus ik ga daar mijn battery grip pas krijgen. Ja? Dus maar dus die is detachable. Wat het, dus je kan de camera zo compact of zo uitgebreid maken als je zelf wilt. En dat vind ik een voordeel. In de originele 100 was die niet detachable. Dus je zat altijd met een vrij grote blok eigenlijk. Dan, wat is nog een verbetering? Zoals ik al zei, een basis ISO van 80 tegenover... en ik hoorde net van René dat de listprijs op €8.000 zou liggen. Dus dat is nog beter dan. In ieder geval, ja, mooie deal dan. Dat is eigenlijk, ja, sommige full-frame camera's kosten zoveel. Dus dat is qua prijs, dat is natuurlijk niet goedkoop voor alle duidelijkheid. Maar
Dat is een zeer concurrentiële prijs voor de hoeveelheid technologie die je in je handen krijgt. Dat is een feit. En ik heb je getoond wat die camera kan doen in termen van nabewerkbaarheid van je beelden. En dat is toch echt wel de moeite. Wat is er nog veranderd? Een verbeterde processor, ja, zoals ik al zei. Wat frames toelaat tot 8 frames per seconde. Wat ook die verbeterde autofocus met die AI-systemen die objecten herkennen en auto's en vliegtuigen en dieren en dergelijke. En mensen uiteraard ook. Dus ook dat is dankzij die snellere processor die erin zit. Het grotere topscherm heb ik al verteld. De grote zoeker, het is een zoeker van de elektronische zoeker is 5 megapixel of zoiets. Dus het, zoals ik in de video zeg, het is precies alsof dat je naar een cinema zit te kijken. Dus ook, en ook heel leuk, klein detailje, maar dezelfde batterijen als de GFX 100S en als de GFX of de XT4 en de XT5. Die oude GFX 100 die had van die grote blokvormige vierkante batterijen. Ik ben daar nooit zo'n grote fan van geweest, maar goed, ja, het was wat er was. Die waren ook, vond ik, vrij snel leeg. De nieuwe batterijen gaan een stukje langer mee. En dan, zoals ik al zei, dus ja, die tiltadapter is ook geweldig natuurlijk. Oké, goed. Ik wil eventjes een paar voorbeeldjes tonen van... en daarvoor moet ik even switchen terug naar dit scherm hier. Ik wil eventjes een paar voorbeeldjes tonen van die tilt-shift van die 30 in actie. En dat is een ongelooflijk... Ik ga ze eerst misschien een keer tonen, de lens zelf. Het is een... wacht hoor, moeten we terug naar... Ik zal ze eerst op de camera zetten en ik zal ze even in detail tonen met mijn steadicam hier. Dus dit is echt wel een specialty lens natuurlijk. Dit is geen lens waarvan ik verwacht dat elke GFX-gebruiker ze in huis gaat halen. Maar we gaan eens switchen hier naar zo. Voilà. Dus je ziet al onmiddellijk, dit is een serieuze joekel van een lens. Het is ook een behoorlijk zware lens. Maar wat er dus interessant aan is, is dus als we eventjes hier... Is dus het feit, en hij staat nu getild, dus ik ga even, wacht hoor, ik ga hem even terug hier draaien, zo. Dus hij staat gekanteld, nu staat hij eigenlijk zoals hij normaal eruit ziet, en dan zie je dat we eigenlijk hier met, ik ga hem even zo draaien, dus hier heb je de twee draaiknoppen, dus deze knop laat toe om, kijk, wat je nu ziet, wacht, ik ga het zo doen, dus als ik nu hier aan draai, dan verschuift echt de lens zelf in de hoogte. Dus dat laat je eigenlijk toe. Maar iemand die een tilt shift nodig heeft, die weet wat een tilt shift doet natuurlijk. Beter dan ik waarschijnlijk, want ik heb er ook niet zoveel ervaring mee. Maar dat laat je eigenlijk toe om de camera in de hoogte aan, of het beeld dat je ziet in de hoogte aan te passen, zonder dat je de camera moet kantelen, waardoor dat je van die convergerende lijnen krijgt. Ik heb het hier eigenlijk, ik heb hier een filmpje, en ik ga dat eventjes erbij halen, maar ik ga ook mijn eigen, het geluid is hier nog, denk ik, hoorbaar. Dus hier zie je bijvoorbeeld die tilt shift in actie. Dus als ik zo. Dus hier ben ik manueel aan het focussen. Dit is dus 100% ingezoomd. En dan zie je, kijk, dat is de klok op dit gebouw hier. Dus hoe ongelooflijk wat dat die resolutie is van 100 megapixel. En hier zie je bijvoorbeeld, dat is ook indrukwekkend, dat de shift en de tiltverhoudingen, dat die in de metadata zitten, waardoor dat eigenlijk software ook hoe kan achteraf gaan eventuele correcties kan gaan doen. Ik ga eens even kijken. Dus ik was hier nog wat aan het zoeken. En voilà, ik denk dat ik hier... voilà, dus ik ben wel aan het fotograferen hier. Laten we even kijken. Voilà, hier zie je het bereik. Kijk, dus nu staat die shift
Dus je zou kunnen denken, 15 mm, dat lijkt niet veel, maar dat laat me eigenlijk toe om, terwijl dat ik die lijnen verticaal houd, om eigenlijk toch van helemaal onderaan in beeld tot helemaal, zie je, helemaal bovenaan in beeld, om eigenlijk mijn kadrage aan te passen. En dus voor vastgoed is dat geweldig. Dus je ziet hier bijvoorbeeld ook op 100%. Ik zag gewoon mensen in die vergaderzaal telefoneren. Dus hoe ongelooflijk detail dat je, ja, dat je in die sensor hebt en in die lenzen. Dus dat is echt wel ja, indrukwekkend. Hè. Je ziet hier die man die een telefoontje aan het placeren is. Toch wel de moeite, ja. Ik ben blij dat hij gewoon aan het telefoneren is en dat er geen andere dingen aan het gebeuren zijn. Maar dus die verhouding is... ja, zie je, hier ben ik aan naar 15 mm. Dus van min 15 naar plus 15 is echt een gigantisch verschil in bereik. Terwijl dat dus die lijnen netjes verticaal blijven. En dat is nog maar enkel het shift-gedeelte, het tilt-gedeelte, is nog iets anders, maar daar heb ik zelfs de tijd niet gehad om daar eigenlijk veel mee te gaan experimenteren. Alright, goed, dus dat voor wat betreft die tilt-shift-lens. Dus echt een ongelooflijk stuk materiaal voor wie dat nodig heeft. Maar dan een lens waarvan dat ik denk dat het commercieel uiteraard meer potten zal breken wellicht, want die tilt-shift is echt een specialty lens. Maar is die 55 1.7. En dat komt eigenlijk overeen met een 40 mm ongeveer, 40, 44 mm in full-frame termen. En dat is natuurlijk een range die ook gedekt wordt door bijvoorbeeld de 35-70 lens of door de 32-64, maar dat zijn f4 lenzen. Ja? En gewoon om jullie een idee te geven wat het verschil is tussen een middenformaat lens op f4 tegenover op 1.7, heb ik wat foto's gemaakt van videograaf Matthias. En dan zie je, kijk, dit is Matthias gefotografeerd met de 55 1.7 op f4. Dus dit is wat je zou hebben als je eigenlijk bijvoorbeeld met de 32-64 zou fotograferen of met de 35-70. Dus 35-70 die trouwens ook echt wel een aanradertje is. Het is de goedkoopste lens in de hele GFX line-up, maar ze is super lightweight en eigenlijk een leuke lens om, ja, om een walk-around lens eigenlijk, om toch vrij licht gewicht te kunnen je GFX te gebruiken met een range aan zoom-opportuniteiten. Ja. Dus dit is f4 en dan zie je, ik heb speciaal een beetje een storende achtergrond genomen, of een drukke achtergrond, hè, want als huwelijksfotograaf bijvoorbeeld, of als documentairfotograaf, of om het even wie op locatie moet fotograferen, je kan niet altijd je achtergronden kiezen, dus soms zijn die druk. En je wil misschien die minder scherp hebben. Wel, f4 is het maximale met een 32-64. Dit is wat je kan doen met de 1.7. Dus je ziet onmiddellijk hoeveel mooier Matthias van dat scherm spat, omdat de achtergrond meer onscherp is. Dus f4, f1.7. Als we ze even naast elkaar zetten, vind ik dat toch wel een serieus verschil. Ja? Dus links f4, rechts links 1.7, rechts f4. Ik heb het ook nog eens met een andere achtergrond gedaan. Deze twee hier. Ja, dus ook weer hier. Ja, het is niet moeilijk om te raden wat is. Links is f4, rechts is 1.7. En je ziet qua scherpte is het natuurlijk alle twee op het scherpstelpunt. Ja, superscherp. Maar wanneer dat we uitzoomen, dan zien we dat die achtergrondscherpte hier bij de rechtse foto, bij de 1.7, veel aangenamer is en ook weer veel meer de focus op ons onderwerp komt te liggen dan bij die f4 van wat je zou kunnen bereiken met een 32-64 of met een 35-70. Ik ga trouwens eventjes de link in beeld brengen. Ik ga een paar links, je kan erop klikken, ze gaan na een minuut en een half terug weg. Ik ga misschien een keer de pagina, dat is typisch ik dat vergeet. Dus dit is de pagina met meer details over de camera. Nog meer dan wat ik hier vertel. En ik ga ook even deze link hier tonen. Want er is ook een
leasingformule voor mensen die dat interessant vinden. Dat is dan voor professioneel gebruik. En ik ga straks nog iets hebben over een workshop die eraan komt, waarbij dat je de camera ook hands-on kan testen, maar meer daarover strakjes. Dus die interacties verdwijnen liever automatisch. Dus dit zijn een paar voorbeeldjes van die 55 mm inderdaad. En wat ik ook beloofd had om te doen, want ik zie dat we eigenlijk al een uurtje bezig zijn. Opnieuw, als jullie vragen hebben, stel die gerust. Ik wil misschien nog eventjes een voorbeeldje geven van de... Ik roem de bewerkbaarheid van die foto's zo. Dus ik wil even de daad bij het woord koppelen en even tonen. Dit is een foto die... doelbewust niet super optimaal belicht is. Wat is te zeggen, hij is niet doelbewust onderbelicht. Dat was een fout van mij, maar ik heb hem doelbewust gekozen om te tonen wat je hieruit kan halen. Dit is gemaakt op ISO 320, dus dat is al niet de basis ISO. De basis ISO is 80, dus dat is twee stops boven de basis ISO. En hij is wat te donker, maar je moet eens kijken wat we hier gewoon nog kunnen uittoveren. Dus als dat al lukt, beeld je dan in wat je kan doen met een correct belichte foto op ISO 80, dan is de sky letterlijk de limit. Dus wat ik hier bijvoorbeeld wil doen, is ik ga de foto sowieso een beetje ophelderen. Ja. We gaan hier de belichting wat optrekken en ook de schaduwen wat optrekken. Maar dan wil ik hier in deze zone nog wat meer detail. Ja? En dat is dat dynamisch bereik dat komt kijken en dat eigenlijk super, super sterk is. Dus ik ga eventjes, mijn favoriete tool daarvoor is het objectselectiegereedschap. Dus ik kan dat even heel ruw selecteren. Lightroom weet onmiddellijk wat ik nodig heb en ik kan hier apart lokaal de schaduwen gaan optrekken en kijk eens hoe mooi ik hier detail in tevoorschijn tover, zonder dat daar eigenlijk veel ruis komt in te zitten. Dan, wat ik nog ga doen, is een luchtselectie maken, want ik wil die lucht wat dramatischer maken. Dit is geen long exposure foto, dit is gewoon met de camera naar omhoog gericht. Ja. Dus je ziet weer perfecte selectie van de lucht. En ik heb daar een presetje voor, mijn Dramatic Clouds preset. Dus, en dan zie je dat we eigenlijk in no time ook hier die lucht een pak dramatischer kunnen maken. Wat ik ook graag doe met architectuur, is daar een beetje diepte in steken. Dus ik ga bijvoorbeeld een selectie maken van de voorkant van dit gebouw hier, die nu eigenlijk egaal belicht is. Oei, dus ik ga een stukje verwijderen. Hij heeft niet helemaal door dat ik enkel de voorkant wou. Voilà. Oké, heeft het dan niet door. Daarnet lukte het prima tijdens de voorbereiding. Goed, dan ga ik gewoon een lineair verloop aftrekken. En dan zal hij wel weten wat ik... Voilà. Nu heb ik dus een selectie gemaakt van de voorkant van het gebouw. Ik ga hier nu nog eens een lineair verloop van aftrekken, dat ik zo teken. Eigenlijk gradueel van beneden naar boven. Dus wat krijg ik nu? Ik krijg nu eigenlijk een gegradueerde selectie van de voorkant van dat gebouw. En dan kan ik die wat lichter maken. En daardoor wordt het oog van de kijker automatisch naar boven gestuurd, want ons oog zoekt de lichtere delen van de foto op. En dat is dus een trucje wat dat eigenlijk in architectuurfotografie of in de bewerking ervan heel goed werkt. Maar natuurlijk, je moet goede basiskwaliteit hebben, want als je... We hebben hier de globale foto eigenlijk al 1,15 stops lichter gemaakt. Ik ben dit nu nog eens een halve stop lichter aan het maken. Maar je zal zien dat dat eigenlijk qua beeldkwaliteit gewoon... je moet eventjes rekenen. Dit is al een wat oudere Mac, maar je ziet dat dat eigenlijk gewoon heel goed is. Dat er amper ruis zichtbaar is. Dus dat is een kort voorbeeldje van de bewerkbaarheid van die bestanden. Ik wil je ook nog even, terwijl ik bezig ben, dit hier tonen. En dat is hoe ik deze foto, dat is iets wat ik ook wel af en toe doe. Dus eigenlijk een mix maken van verschillende sluitertijden. Want bijvoorbeeld, deze foto is eigenlijk een mix van deze foto hier, waar ik een sluitertijd van 60 seconden gebruikt heb. Om mooi die wolken wat zachter te maken, om dat wateroppervlak een spiegel te maken. Maar natuurlijk, op 60 seconden zie je gewoon niemand meer. En dat is ook wat ik wou. Ik wou eigenlijk niemand op de brug hebben, behalve één persoon. Ik wou één individu hebben in die voor de rest lege stad. En er kwam een jogger voorbij, deze hier. Maar natuurlijk, op
zoals ik al zei, op 60 seconden zie je die man gewoon niet. Dus wat heb ik dan gedaan? Ik heb een tweede belichting gemaakt. Ik heb al geëxperimenteerd met mijn sluitertijd. Ook hier kwam die 8 frames per seconde supergoed van pas, om eigenlijk ja, achteraf het goede frame eruit te kunnen halen. En ik heb eigenlijk een foto gemaakt hier op een zevende van een seconde, die zo de juiste blur had voor mij. En wat ik dan gedaan heb, is eigenlijk die twee gewoon geselecteerd en als lagen naar Photoshop gestuurd. Foto bewerken in, openen als lagen in Photoshop. En dan, je kan het al raden wellicht, heb ik gewoon de best of both pictures gemengd met elkaar via een laagmasker. Ja, oké. Ik zie ondertussen dat er een vraag is van Ron of ik voorbeelden heb van een 400 megapixel opname. Nee, ik heb dat nog niet gedaan. Ik weet dat dat kan, maar 400 megapixel is echt wel gigantisch. Ik kom nu al meestal ruim toe met mijn 100 megapixel, maar ik weet dat het een optie is. Maar ik zou het inderdaad wel een keer gewoon uit de nieuwsgierigheid moeten proberen. Maar dat is nog niet gebeurd, maar voilà. Meestal als ik eigenlijk een beeld 4 keer wil vergroten, twee keer in de hoogte, twee keer in de breedte dus 4 keer qua oppervlakte, dan gebruik ik daar, zoals jullie misschien weten, software voor. Dat is niet om afbreuk te doen aan het feit dat die mogelijkheid bestaat in de camera. Maar het probleem met die stitch-functie, die niet alleen Fuji heeft, maar nog een aantal andere merken, is dat het niet bij elk soort onderwerp lukt. Het is te zeggen, je onderwerp moet stilstaan. Dus natuurlijk voor architectuurfotografie zou dat nog lukken, maar voor elke vorm van portret of zeker voor actiefotografie lukt dat natuurlijk niet. En ik geef er dan eigenlijk de voorkeur aan om software te gebruiken. En ik heb ooit een demo gegeven waarbij dat ik met Topaz Gigapixel of Topaz Photo AI een beeld 4 keer vergroten. En dat was ook wel indrukwekkend goed. En het voordeel is, je kan dat achteraf doen. En zeker tot maal 4 in oppervlakte werkt dat eigenlijk ongelooflijk goed. Oké. Goed, dus we gaan hier, ik ga deze hier van boven zetten. Ja. En ik ga dus gewoon ik ga de twee nog even selecteren en ik kies bewerken lagen automatisch uitlijnen. Gewoon om zeker te zijn dat ik eigenlijk alles netjes uitgelijnd heb. Want zelfs, ik werkte op statief, maar dan nog. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van een laag masker toe te voegen. Hier. En met, in dit geval, ik ga het inverteren, want ik wil eigenlijk, ik ga gewoon hier wat schilderen met wit. En dan kan ik eigenlijk onze man hier terug tevoorschijn toveren. En je ziet, ik werkte ook met manuele belichting. En dan krijg ik een soort van onstudiële foto met twee sluitertijden. Maar het is alle twee long exposure, maar het ene is medium long exposure, het andere is long exposure. En ik krijg dus dit. En het laatste wat ik dan gedaan heb, is hiervan heb ik dan terug een slim object gemaakt. Dus filter, omzetten voor slimme filters. Om flexibel te kunnen blijven werken voor het geval ik een fout maakte. En in dit geval, soms doe ik de zwart-wit conversie in Lightroom. In dit geval heb ik het met SilverFX Pro gedaan van de Nik Collection. Dus als ik hier naar SilverFX ga, dat is zo'n beetje, als het in Lightroom of in Photoshop niet lukt, dan gebruik ik SilverFX. En later. En een van mijn favorieten is, dit is bijvoorbeeld al een leuke, denk ik. Degene die ik gebruikt heb, is Wet Rocks. Dat is een van mijn favoriete presets hier. Deze hier, ja. De voorgrond is mij nog wat te donker, maar dat is geen probleem. Ik ga dat hier toepassen. En ik ga dan achteraf ik ga dit opslaan en dan keer ik terug naar Lightroom en dan doe ik daar eigenlijk de finishing touches. Dus we gaan dat even toepassen. Oké. Goed. Is die dat hier nu aan het opslaan? Ja, voilà.
Oké, goed. Dus maar ik ga even kijken als ik. Want ik had in Lightroom doen. Ik vind dat eigenlijk handiger om dat soort van finishing touches in Lightroom te doen. Hey, dus ik hou van wat hij met de architectuur gedaan heeft, vind ik eigenlijk goed. Maar ik vind de rechterkant van de foto misschien ietsje te donker geworden. We hebben iets te weinig de nadruk op onze loper. Dus dat gaan we even in Lightroom aanpakken. Ik ga de foto ook wat bijsnijden. Maar zoals jullie gemerkt hebben, er was ruimte genoeg om dat te doen. Ik hoop dat we nog binnen de limieten van het PSD-bestand zitten. Want soms krijg je wel een waarschuwing, maar dan kan je in PSB opslaan. Oké, hier is die. Ja. Dus ik ga eerst even de foto wat bijsnijden. Dus ik denk dat ik ongeveer dit gekozen had. Zo. En hier ook wat. Ik wil deze er zeker nog op hebben. Dus ik denk dat dit een mooiere crop is. En opnieuw, je ziet, ik heb er nu toch een goed stuk van afgesneden. En ik heb nog altijd ongeveer, ja, ik denk een kleine 70 megapixel over. Ik ga even mijn een lineair verloop kiezen. Om die zijkant, de schaduwen, wat op te helderen. Kijk eens gewoon, zo simpel is dat. En dan, ik zie dat ik ook een stukje van de zijkant wat meer moet kroppen. Zo, oké. En dan ga ik nog even met mijn objectselectiegereedschap een selectie maken van mijn onderwerp hier, heel ruw. En hij heeft het hoofd niet meegepakt, dus ik ga dat hoofd toevoegen. Het is natuurlijk geen scherpe foto, dus dat zorgt ervoor dat hij niet 100% weet wat ik eigenlijk bedoel. Dus ik ga met het penseel het hoofd erbij schilderen. En dan kan ik hier gewoon de belichting wat optrekken en op die manier onze loper wat meer in de verf zetten. Ik zie dat ik dat gebouwke per ongeluk mee had, dus ik ga dat terug aftrekken met een nieuwe onderwerpselectie. Zo, voilà. Oké, en dan misschien wat ik ook nog zou doen, is misschien nog een nieuw masker maken met bijvoorbeeld een lineair verloop. Zo. En ik ga hiervan aftrekken de lucht. En ik ga misschien ook het water. Dat doe ik met een objectselectie. Zo. Dus ik wil eigenlijk het onderwerp van de rechterkant van de foto hebben. En, wacht, verwijderen. Ik ga nog even het penseel nemen. Ik ben al een grote fan van het, zoals je merkt, van het objectselectiereedschap. Maar dat doet ook niet altijd. Het is ook een moeilijke foto ervoor. Hè. Wat is er onderwerp, wat niet. Dus nu heb ik eigenlijk de rechterkant van de foto. En hier, omdat ik daar de aandacht wil naar krijgen, ga ik hier de textuur en de helderheid wat van optrekken, zodanig dat wat beter nog in het oog springt. Want dat is eigenlijk de focus van mijn foto. En misschien ook de schaduwen nog wat optrekken. En ik ga dat nog een klein beetje bijkroppen hier zo. Voilà. En dan zie je dat we eigenlijk die foto op die manier hebben kunnen creëren met nog altijd ontzettend veel detail. En dat is dus voor mij het leuke aan dit systeem. Oké, ik ben er eigenlijk bijna door. Het enige wat ik nog wil doen, tenzij er nog vragen zijn, stel die dan gerust. Dus ik heb doelbewust de specificaties. Je gaat op het einde van dit webinar nog de verschillende links zien. Maar wat ik misschien nog even wil doen, is het ook hebben hierover. Er is namelijk, dus je hebt een van de links was de link naar deze pagina, waar je in het detail ook alles over de puur technische specs kan vinden. Maar ik vond het interessanter om jullie real life in de praktijk voorbeelden te geven. Maar hier zie je voorbeelden van de camera met sportgebruik. De uitleg over het nieuwe autofocus systeem staat daarop. Wat je er allemaal mee kan doen. Hoeveel het verbeterd is. De 8 frames per seconde. De viewfinder die verbeterd is. Dus dat soort van dingen vind je allemaal daar. Er is ook, en dat is misschien ook wel interessant om te weten, zijn op dit moment, die link ga je ook nog eens zien, dus hier is de info van de 0% lease, dat is enkel voor professionals, maar er is ook tot €800 korting, niet op de GFX 100 Mark II, dat is denk ik evident, omdat die juist nieuw is, maar
er zijn wat andere interessante dingen. Bijvoorbeeld de GFX 100S en de 50S bodies. Die genieten alle twee van €800 cash-korting. Dus dat is kassakorting, dat is echt wel de moeite. Dat maakt dat de GFX 100S, voor de mensen die zeggen, ik heb die hoekzoeker niet nodig, of ik heb gewoon dat budget niet, dat brengt de prijs van de GFX 100S, waarmee dat je eigenlijk quasi dezelfde foto's kan maken, dus een klein beetje verschil in sensor, maar dat brengt die prijs onder de €6.000, wat een geweldige deal is voor een camera van dat kaliber. Dus dat wil ik nog even meegeven. Ja. En dan het laatste wat ik jullie nog even wil vertellen, is dat voor wie interesse heeft om zelf met deze camera aan de slag te gaan en ondertussen nog iets bij te leren over fotografie en flitsfotografie in het bijzonder, daar is een, ik ga even de link hiervoor tevoorschijn toveren, voilà, dat is deze hier, oké, dus er is, het zal niet noodzakelijk dit model zijn, maar ik had een foto nodig van een studio. Maar dus, ik verhuis, zoals ik al zei, en een van de dingen is dat er bij mij thuis is er een ruimte, er is een kleine fotostudio, maar klein, hij is groot, maar het is bij mij thuis, ja? Dus dat is het leuke eraan. En ik nodig jullie uit, voor degenen die geïnteresseerd zijn, om te komen de GFX 102 te ontdekken in die studio-omgeving. En we gaan dus eigenlijk wat we gaan doen, het zijn twee sessies, er is een voormiddagsessie en een namiddagsessie. Telkens 3 uur. Het is 2 keer dezelfde sessie, dus als je 1 van de 2 volgt, is dat voldoende. Maximum 6 personen. En we gaan dus gewoon met die GFX 100 een aantal lenzen aan de slag in een studioomgeving met een model. Dus het is eigenlijk niet alleen een gelegenheid om de GFX 100. Je kan dus gewoon, brengt een geheugenkaartje mee en dan kan je gewoon met die beelden naar huis gaan. Maar het is ook een gelegenheid om gewoon eigenlijk een training rond flitsfotografie te krijgen en rond het fotograferen van modellen in een niet-professionele studio. Het is gewoon eigenlijk in mijn ruime woonkamer, om het zo te zeggen. Maar dat toont je ook de uitdagingen die het fotograferen daar met zich meebrengt. En ik kijk er naar uit om een aantal van jullie daar te zien. En het best van al is, want ik vroeg daarnet aan Fujifilm van, ja, wat is de prijs daarvoor? En het kost €55. Dus dat is echt wel geen geld voor eigenlijk een workshop van 3 uur met maximum 6 deelnemers en een model. Dus ik zou zeggen, op is op. Er zijn eigenlijk 12 plaatsen, 6 in de voormiddag, 6 in de namiddag. Dus ik zou het wel weten, maar ik ga er sowieso al zijn, want ik geef de demo uiteraard. Dus dat wil ik nog even vertellen als afsluitertje. Dus ik hoop daar een aantal onder jullie te zien. Hè. Je kan met de camera aan de slag gaan. De meest courante lenzen zullen er zijn. We gaan een model hebben. We gaan flitslicht bij de vleet hebben. En we gaan dus daar die demo kunnen doen. En voilà, dat was het. Ik kan nog eens een laatste keer kijken of er vragen zijn. Oké, ik zie geen vragen meer. Dus voilà, dan dank ik jullie voor jullie aandacht. En dan hoop ik dat ik jullie iets bijgebracht heb over waarom ik het GFX-systeem, of waarom ik daar zo graag mee werk. En opnieuw, ik moet er niet van, ik heb deze camera, ik heb hem zelf ook ondertussen gekocht en het is niet dat ik die camera eigenlijk professioneel nodig heb, verre van. Het is ook een camera die denk ik zeker zoveel door amateurfotografen gekocht zal worden dan door professionele fotografen. En daar is helemaal niets verkeerds aan, het is gewoon een geweldige tool en ik werk er heel graag mee en ik hoop een stuk van de enthousiasme ook vanavond te kunnen aan jullie overgebracht te hebben. Oké, goed. Als er geen verdere vragen zijn. Er is nog een vraag zie ik van Patrick van hoe reageert de computer en de grafische kaart?
Dit is al een oudere Mac. Hè. Deze is ondertussen 3 jaar oud. Dat was de allereerste M1 Mac. En ja, dat gaat, maar dat is niet super snel. Maar er valt mee te werken. Maar er zijn een aantal techniekjes en trucjes om in Lightroom bijvoorbeeld ook zo in te stellen dat hij Lightroom zoveel mogelijk werkt met slimme voorvertoningen, wat de speed van werken serieus versnelt. Dus er zijn wel wat mogelijkheden om je oude hardware, de levensduur daarvan, nog ietsje te gaan rekken. En voor de rest is het inderdaad geen overbodige luxe om je foto's op te slaan op snelle SSD-schijven. Maar ik heb bijvoorbeeld, wat dat betreft is er ook goed nieuws, want tot een jaar geleden betaalde je €200 voor een 2 terabyte SSD-schijf. Ik heb vorige week in mijn nieuwsbrief nog een nieuwsbrief verstuurd waarin dat ik een 4 terabyte SSD-schijf gevonden had voor €220. Dus die prijzen zijn ook echt in vrije val. En 4 terabyte, daar kan je al een paar honderd megabyte foto's op kwijt. Oké, goed. Dit was hem voor vandaag. Schrijven jullie maar in voor die Factory X on the road, want zoals ik al zei, dat is echt wel een zeer democratische prijs om niet alleen met studiofotografie kennis te maken, maar ook met het GFX-systeem. Dus ik hoop jullie te zien in mijn living binnen een kleine maand. Tot dan!